Bij mij in de studio is aangeschoven Kim Jansen. Na 6 jaar stilte. Nou ja, niet dat jij 6 jaar lang je mond hebt gehouden, want je hebt wel muziek gemaakt. Natuurlijk met allemaal verschillende projecten, zoals La Belle Époque. Maar ja. na 6 jaar stilte vanuit ons perspectief, want we hebben je zien schitteren op verschillende podia, op Lowlands. Toen was het 6 jaar stil. Maar nu ben je weer terug met een band, met Cape Sleep. Ja. Nieuwe muziek, nieuwe liedjes, een nieuw geluid. Waarom moest het zo radicaal anders? Ja, het was gewoon zoeken. Het was eigenlijk al met de laatste plaat. Het is altijd een beetje de liedjes waarmee je eindigt. De laatste die je afmaakt. En dan ga je al een beetje met die nieuwe sound. Ben je dan al bezig. Want eigenlijk, als ik nu terugdenk, het jaar daarna speelden we al wat nieuwe nummers. En die zijn wel een beetje veranderd over de jaren. Maar die speelden we al wel een beetje. We zijn toen naar Japan nog geweest. We hadden in Nederland nog wat shows. En toen speelden we eigenlijk al wat nieuwe dingen. Dus ja, het was gewoon even zoeken en schaven. En met heel veel verschillende mensen ook werken. Dus dat was heel leuk. Dus al mijn favoriete indie superstar bands ging ik erbij vragen. Maureen van Mos, Roy van Figgy. Even kijken, Tessa van Loete, Ella van der Woude, Remy van Kesteren, nog een beetje harp erbij. En heel wat strijkers en blazers en dat soort dingen, ja. En is je droom uitgekomen wat band betreft? Want ik heb wel eens in een interview met jou gelezen dat al heel lang aan je knaagde om het, nou ja, eigenlijk zo op te pakken. Maar ben je ook tegen dingen aangelopen dat je dacht, oh hé, hier had ik eigenlijk niet over nagedacht? Ja, nou ja, ik bedoel, het is heel leuk om gewoon met mensen samen te werken. Dus dat hebben we nu gedaan op de plaat. En nu de live band, dat is dan weer een nieuwe groep mensen eigenlijk. Want deze mensen hebben ook wel op de plaat gespeeld, maar sommigen niet. Maar dan hebben we voor live weer een hele nieuwe groep. En daar ben ik echt super blij mee. Ja, dus nu kijken hoe het gaat. Ja. Nou, het klinkt in elk geval als een klok. Nou, en ik kon meekijken. Ik had die mogelijkheid. Je hebt trouwens ook de mogelijkheid om mee te kijken. Als je in de auto zit natuurlijk niet. Maar als je de app hebt of een computer via 3fm.nl/live. Dan zie je daar een bak ervaring en vertrouwen staan. Dat is wel echt geweldig. Dat belooft ook wel veel voor jullie tour. Nou, cool. Dankjewel. Ja. Iemand vroeg in de app of er ook ethisch invloeden in zitten. Ja, zeker. Is dat ook zo? Zeker, maar het grappige is voor mij is het een beetje via-via. Want het is niet alsof ik opgroei met in de auto altijd al die ethisch bands. Weet ik veel, George Michael, Wham, Michael Jackson. Het was altijd een beetje gewoon via, weet je, de supermarkt. Dat je dat een beetje meekreeg. Niet dat ik echt in de jaren 80, dat is dan ook weer zo, ben ik ook niet, heb ik ook niet echt meegemaakt. Was ik nog iets te klein. Het is denk ik over de jaren heen dat je al die bands, op een gegeven moment je had Bad for Lashes, je had Haim, je had Vampire Weekend. Het was allemaal heel erg ethisch geïnspireerd. Dat vond ik allemaal sowieso heel tof. En dan ga je ook de originele dingen luisteren. Weet je, Bruce Springsteen's jaren 80 platen of Paul Simon of Tears for Fears. En bijvoorbeeld War on Drugs, die al die dingen zo mooi samenbrengt. Dat vind ik heel tof. Dus dat zit er helemaal 100% in. En het is ook gewoon dat soort van speelse en zonnige van de 80's. Dat wou ik er sowieso in hebben. Dus een beetje glanzende synths en gitaren. De harmonieën, gewoon veel samenzang. Dus dat sowieso. Ja, een beetje dat gevoel, dat nostalgische van de 80's zit erin. Ja. Oh, en er mag dus ook iets meer glamour in zitten. Een beetje weg van dat kampvuur. Ja, nee, sowieso. Dus er zit bijna geen akoestische gitaar op de plaat. Dus gewoon iets meer inderdaad shiny gitaren en synths. En ook de piano's zijn er gewoon net een beetje glimmend. En dat vind ik wel heel, dat geeft mij gewoon een warm, nostalgisch gevoel. Hoe was dat om de akoestische gitaar toch wel een hele tijd jouw houvast geweest om die los te laten? Nee, dat is alleen maar fijn hoor. Ik heb, weet je, ja, thuis heb ik hem altijd. En dan vaak beginnen liedjes wel een beetje dat je je gitaar erbij pakt. En een beetje nadenkt en een beetje zingt en wat akkoorden uitprobeert. En dan is het toch wel heel fijn om gelijk weer de synths in te duiken. Meteen die sound op te zoeken. En dan die liedjes te maken. Is het zo dat je ook een andere manier van het aanvliegen van de teksten hebt gevonden? Want je eerdere werk als Kim Jansen, dat was wat meer autobiografisch. Ja. En je bent nu een wat meer sprookjesachtige wereld, schep je hier eigenlijk, textueel? Ja, nee, zeker. Ik vond het veel leuker om verhalen te maken. Dus met echt personages. Met dat ik meer zing you in plaats van I.
vond ik heel leuk. En om verschillende kleine wereldjes te creëren. Soort korte verhalen. En ik vond ook, ik luister de laatste tijd gewoon heel veel 50s en 70s. Dus echt gewoon de soort van adult contemporary pop. Weet je wel, Sinatra of Johnny Mathis of Peggy Lee. En die teksten zijn veel directer. Er is iets heel moois aan dat je gewoon meteen kan. Je snapt meteen waar het over gaat. En het is gewoon veel directer. En net als met de 70s, zoals Carole King, John Denver. Of Cat Stevens, dat het liedjes zijn over liefde of over heimwee. En dat het dan ook gewoon zo zegt, heel direct. Weet je, ook Carole King zegt van, where is everyone gone? Weet je, dat soort zinnen. Of Sinatra die zegt, one more for my baby and one for the road. Zegt hij tegen de barman en hij loopt weg. En eigenlijk is dat dus heel uitdagend om dat zo direct erin te zetten, want het wordt heel snel een beetje lomp, een beetje cheesy. Dus dat is echt de kunst. Dus dat vond ik heel leuk, om dat iets meer te doen. Zeker als je moedertaal Nederlands is. Ja. Dan is het heel spannend om dat zo te doen. Ja, precies. Ja. Jullie gaan zo meteen Vienna aan de Rain spelen. Ja. Moeten we wat betreft de wereld die je schept nog iets weten? Om ons daarin nog meer... Nou ja, dat is een goeie. Nou, dit is, dan heb ik net het hele verhaal verteld. Maar Vienna in the Rain is niet per se een verhaaltje over... Dat is eigenlijk echt het autobiografische nummer. Want dan zing ik wel ik. En dan noem ik gewoon allemaal dingen op die ik wil. Want we hebben het heel vaak over wat wil je. Want je vraagt aan je vrienden, wat wil je voor jezelf, voor je leven? En we vragen ons de hele tijd af van wat wou ik vroeger? Misschien toen ik begon met studeren. Je hebt je hele leven voor je. Wat wil je, wat wil je? En daar gaat dit nummer over, weet je. Dus als het goed is, kunnen ze dat volgen. Dus als je benieuwd bent naar de diepste verlangens van Kim Jansen, moet je vooral blijven luisteren, want dat hoor je zo meteen live. Na Caroline Polachek met Sunset. Dat is een liedje dat jij hebt uitgekozen voor deze vrijdagavond. Ja, zeker. Ik moest eerst denken aan, wat is haar andere nummer? Too Hot. So Hot, You're Hurting My Feelings. Dat was echt... Heb je wel van die nummers die mag je niet te vaak van jezelf draaien? Zeker. Dat was zo eentje. En dat was van haar debuutplaat misschien. Dat weten jullie misschien beter. Of nou ja, 2 jaar terug. Jullie schudden van ja. En nu net een nieuwe plaat. Of vorig jaar die nieuwe plaat. Desire, I Want to Be You, geloof ik. I Want to Get Into You. Hele rare titel. Ze heeft allemaal van die titels van Bunny is a Rider. En allemaal, maar hele, gewoon zulke mooie liedjes. En ook dat je ze de hele tijd op wil zetten. En dit is daar een van. Dit is een van de mooiste en leukste van die laatste plaat. Sunset inderdaad, ja. Je hebt Caroline Polachek in je voorprogramma gezet. Ja, te gek, dank je. Dit is Sunset.